Een belangrijke deel van die SBL'se take is om risikobestuur toe te pas. In hierdie sessie focus ons op financiële risikobestuur. So wat is een risiko? Een risiko is enige moontlike gebeurtenis wat verlies of skade aan die skool tot gevolg kan hê. Wanneer ons denk aan die finansies van een skool, is die volgende voorbeelde van risiko's. Bedrog, korrupsie, ook diefstal is een, nepotisme, financiële wanbestuur en ander financiële misdrijven. Processen moet in plek gesteld worden om hierdie type risiko's te voorkom. Kom ons kyk na een paar beginsels en praktische maniere wat toegepas kan word om te verhoed dat dit met skole gebeur. Die ingesteldheid en gedrag van die skoolbeheerliggaam en die skoolhoof teenoor die implementering en monitering van beleide, stel die voorbeeld aan die rest van die skoolpersoneel, leerders en skoolgemeenskap. Goeie en konsekwente gedragspatrone vanaf leierskap en bestuur in hierdie opsig help om ethiese beginsels te kweek. Nog een voorkomende maatreel is om financiële pligte en take toe te ken aan personeel en individue wie bekwaam is en vertrou kan word hiermee. Die aanstelling van die regte persoon vir die take wat uitgevoer moet word, sal verseker dat financiële bestuur met integriteit en eerlikheid bedryf word. Die skeiding van pligte is 'n baie belangrike praktiese werkswyse wat toegepas moet word om seker te maak dat nie een persoon betrokke is by die verkryging en betalingsprosesse alleen nie. Gereelde monitering en oorsig van finansiële transaksies is 'n baie goeie manier om te bepaal of finansiële beleide en beheermaatreëls konsekwent toegepas word al dan nie. Enige gebreke of tekortkominge kan dan dadelik reggestel word. Finansies moet 'n staande agendapunt op die SBL vergaderings wees. Elke skool het ook toegang tot die distrikskantoor as 'n hulpbron indien daar enige vrae is of waar hulp verleen moet word om beter administrasie te verseker. Wanneer finansiële wanbestuur vermoed word, is dit noodsaaklik dat alle boekstawende dokumentasie bewaar word en beskikbaar is vir ondersoekdoeleindes. Dit bring ons dan aan die einde van finansiële bestuur in sy geheel en ons volgende inset sal handel oor die SBL as werkgewer.